Dus jullie snappen niet de uitdaging als vlogger? Dat voordat je je vlog kan starten, dat je eerst die pH-waarde in je lip moet corrigeren. De hele dag ben ik met Labello en Libello bezig, man. Boy, laat me niet zagrijnig doen. Welkom op mijn vlog. Ik ben Fine Creator en ik maak dagelijks content voor op YouTube. En we zijn vandaag in Amsterdamse Poort. Oh, ik moet die kant op. We zijn in Amsterdamse Poort en wij gaan op zoek naar een leuke hoodie. Het is langzaam al wat warmer aan het worden. Dus de zomer komt er daadwerkelijk aan. Maar we gaan naar een sportwinkel om een leuke hoodie te vinden. Want ik wil een leuke hoodie hebben. De laatste tijd koop ik alleen maar hoodies. Vraag me niet waarom. Kom mee. We gaan heel even kijken of we bij de actiesport terecht kunnen en iets leuks kunnen vinden. Dus al hoe lang zeg ik dat ik een outfit wil kopen? Ik heb hem gevonden hier bij de Amsterdamse Poort, bij de actiesport. En ik moet zeggen, ik vind hem wel nice zitten. Wat vinden jullie ervan? Wat mij betreft is hij geslaagd. Hij is ook al betaald, dus ik ga gewoon gelijk richting de uitgang. En natuurlijk boek ik hem met mijn signature. Die rode sokken. Ja. Die ga je altijd terugvinden. We gaan op naar de volgende winkel of restaurant, want ik heb honger. Bye bye. Dus al met al ben ik lekker geslaagd hier. Ik heb mijn Youngboy Crossie aan. Maar welke kant loop ik echt? Zomaar loop ik richting een kant. Alsof... Oké, sowieso gaan we niet richting de arena. Ik heb niets daar te zoeken. Of kunnen we even in het winkelcentrum rondlopen, kijken of we iets leuks vinden. Ah, ik weet al wat ik ga doen. Er is in de Amsterdamse Poort, in Oud-Zenos gebouw. Het is heel heel hoe refereren Surinamers of Blakasma naar de oude winkels die al 14 generaties daarvoor al weg zijn. Maar iedereen weet het Oud-Zenos gebouw. Daar is een Action geopend. Dus het is misschien even de moeite waard om te kijken wat we daar in die Action kunnen vinden. De auto staat eenmaal geparkeerd. Droog en veilig. Ik hou niet van dingen aan mijn hand. Dus ga ik die tas van me dumpen. Ja, ik ga die tas van me dumpen. Bij mijn collega. Ja, ik ga die tas dumpen. Een oud collega van me hier. We gaan die tas dumpen, want in de loop, wakkanangasan, nam anu. Boy. In het Nederlands zeggen we, ik hou niet van rotzooi aan mijn hand. Spreek je zo. We hebben uiteindelijk maar de tas gedumpt, weer in de auto. Dus die staat veilig. We gaan de Amsterdamse Poort onveilig maken. Ja, kom gezellig mee. Dus iedereen kent die uitgang daar, toch? Er staat nu een valid parking, die deur open te houden. Hallo. Piep, 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 piep. Hooray. Dus. Echt, hè? Nee, de klant hier die verjaardag had gevierd. Recent. Dus hoe corona een ding is. Dus die gozer die deur openhoudt voor mensen hier. Voor mij ook. Ik ben al 2 keer langs hem gegaan. Eigenlijk 3 keer. Nu heb ik hem wel een euro gegeven. Want ik ga je eerlijk zeggen, binnen loop vast door hoor. Helemaal niet met deze mosserij. Maar eigenlijk, mensen, hun handen zijn nog nooit zo schoon geweest. Dus waar heb ik het over? De hele dag zie je ze hun handen ontsmetten. Dus eigenlijk zijn mensen hun handen nog nooit zo schoon geweest. Dus eigenlijk is iedereen een stukje beter. Holland en Barrett, is dat nog open? Ah, we gaan kijken. We lopen voorbij de Kentucky Fried Chicken. Ik ga binnenkort naar Rotterdam. Want daar heb je een Kentucky Fried Chicken. Tot zo vegan. Helemaal vegan. En we komen nu langs Oskam. Even kijken wat daar gebeurt. Dus mensen, ik sta hier voor de deur bij Oskam. Oskam is hier in de Amsterdamse Poort een nieuwe locatie voor art. Een contemporary art museum. En hier binnen heb je een geweldige collectie. Ik ga niet op beeld brengen wat ik nu heb gezien. Maar wat ook heel mooi is om te vertellen, dat je hier binnen ook heel lekker kan lunchen. En dat wist ik niet. Ik was bij de opening wel aanwezig. Maar ik wist niet dat de planning was om hier ook te lunchen. Dus ik heb heel even naar het menu gekeken. En het ziet er echt voortreffelijk uit. Dus ik zou zeggen, kom hier richting Oskam in de Amsterdamse Poort. Oud Cool Cat. Oud Cool Cat. En kom kijken wat je hier allemaal qua creativiteit aan de muren ziet. Geweldige fotografie, joh. Heerlijk. Laat me heel even een shot van de buitenkant maken.
weet je, die spulletjes die je hier vindt in TK Maxx is ook altijd best wel interessant. Je hebt best wel leuke spulletjes hier. Het is allemaal merk. Ik dacht heel eerlijk gezegd dat het een Nederlandse keten was. Maar ik was dus in Engeland en daar zag ik de TK Maxx ook. Dus dacht ik, hey, het is dus niet een exclusief Nederlands dingetje. Maar geen probleem. We zijn nu bij de GD Sport en we gaan hier even naar binnen kijken of we hier wat leuks kunnen vinden. Hoe ik hier zo loop, hè, voel ik me een klein beetje belazerd. Jullie hadden me kunnen zeggen toch dat goedkoop duurkoop is? Elke keer met buy, koop ik elke keer dingetjes opnieuw. Die dingen krijgen binnen 3 seconden vezels en ik ben ontevreden eindstand. Boy, als deze outfit die ik net gekocht heb vezels krijgt. Je ziet van mijn bro, maar heel actiesport. Nee, maar je snapt wat ik bedoel. Dus de kwaliteit is belangrijk, man. Oh ja, ik was onderweg richting die action. Ik was al vergeten waar ik naartoe ging, hoor. Maar goed. Oké, in die hoek hebben we niets. We gaan richting die action. Action, action. Hé, hey, we hebben die action gevonden. Die action is groot. Dus laten we naar binnen gaan. En alles is zo mooi gesorteerd. Alles is nog coronavrij. Want dit is maar loop vast, Sunny. Maar die action is koud of groot. Laten we kijken. Misschien ga ik een lichtstrip kopen voor de studio. Hé, hey, abigi. Dus het is goed dat ik hier gekomen ben in deze winkel. Kijk, mijn telefoon eet elke keer van mijn iPhone mijn kabel op. Elke kabel maakt die kapot, behalve de originele. Maar hier verkopen ze dus die 8 pins voor iPhone of Apple producten voor €2,50. Ze hebben ook die andere van €7 trouwens. Maar mijn telefoon maakt geen onderscheid tussen €7, €10, €200 of een €2,50. Het is goed dat ze het hier op voorraad hebben. Ik ga het nu niet meenemen, want ik wil niet met dingen aan mijn hand lopen. Als ik iets anders koop hier in de winkel, dan kom ik terug om het te halen. Dat wel. Wow. Maar ik heb gisteren een kabel gekocht voor €8 bij de Kruidvat. Maar niet uit. Dus mooi. Het assortiment is nu al dat ik kan zeggen van ai. Want je hebt me 2 zoveel oplader op voorraad. Jawel. Ja, we zijn in het gangpad wat Find the Creator alleen maar interesseert. Hé, hey, Bilo, klus. Dus geef me een huis om te bouwen dan. Hè? Oh. Maar ik heb die lichtstrip nog niet gevonden, dus ik ben kennelijk niet in het... Ik heb 2 gangpaden wat ik mooi vind, hè, in action. Dat is hier met allemaal klusspulletjes. En we hebben... Wat is dit? Een van de inspectietool. Wat voor inspectie? Dus dit met allemaal klusdingetjes en... Elektronica, wat is dat elektronica gangpad? Oh hier, die ledverlichting plakken hier. Ja, kijk. En dit is die lichtstrip van 5 meter die ik nodig heb. Zal ik het kopen? Het is duur. Maar ik heb die lichtstrip sowieso nodig, dus waarom ben ik zo achterlijk aan het doen? Waarom niet? Ik heb het sowieso nodig. Zal ik 2 meenemen? Zoals je ziet ben ik al veel geld aan het uitgeven. Wat niet de bedoeling is. Maar geen probleem, het geld moet rollen en het rolt de juiste kant op. We hebben 2 ledstrips gescoord. We gaan richting de kassa. Of heb ik 3 nodig? Nee. 2 is goed. Zoals ik altijd zeg, de buit is binnen. We hebben... 2 van die ledstripjes gekocht voor in de studio. En inmiddels mag ik u mededelen dat de honger aanwezig is. Dus we gaan even iets lekkers eten. De grote vraag is wat? Oh. Final Creator kan nooit weten in één keer waar hij trekt of iets wat hij lust. We zijn hier bij de shoppenhal. Is er in de shoppenhal iets interessants om te proberen? Ik denk het niet, man. Ik ga heel even mezelf focussen om dit probleem op te lossen. Ik kom zo bij je terug. Wij hebben gescoord. Precies deze passie hier achter me hebben wij gescoord bij Victoria's Secret. Een heerlijke salade en een lekker spa rood.
Dus die gaan we lekker opeten. Ik denk dat ik hem even buiten op het bankje ga opeten. Maar ik ben nog niet klaar in shoppen. We maken nog heel even het laatste rondje. Kijk wat er nog meer te vinden valt. Even een kleine update met betrekking tot die Amsoy. Nee, geen Amsoy, die Sopropo en die Antroas die we hier gewend zijn te komen kopen op de markt en in de winkels. Die prijzen die lopen echt verschrikkelijk uiteen. Gemiddeld betaal je nu 6 euro per pond per 500 gram. Dat wil zeggen dat je per kilo ongeveer 112 euro tot een tientje, 10 tot 12 euro, wordt nu in rekening gebracht voor die groentes die nu worden geïmporteerd. Het is echt verschrikkelijk. Uiteindelijk blijven we die dingen wel kopen, want we houden van onze groentes. Maar die prijzen die zijn wel echt twee keer zoveel geworden. En de vraag is of het goedkoper gaat worden. Ik betwijfel het. Eén lichtpuntje is wel dat die kassen hier in Nederland zich aan het voorbereiden zijn om die Sopropos en die Antroas te gaan kweken. Dus van de zomer kan het zijn dat er heel veel aanbod komt van die groentes die moeilijk geïmporteerd wordt. Dat dan die prijzen naar beneden gaan en dat we weer voor 6 euro ongeveer per kilo of 7 euro per kilo onze groentes kunnen kopen. Misschien zelfs dat het door veel aanbod naar beneden gaat. Maar dat is allemaal speculatie tot nu toe. Van nu toe ziet het er niet goed uit. Want ik kan echt niet meer die uitgeholde Sopropos op de markt. Het ziet er niet uit. Minomaan. Ik zweer het je. Ik ga ook gelijk de vlog beëindigen. Ik heb een hele leuke outfit gekocht. Ik heb een hele leuke salade gescoord van Victoria's Secret. En we lopen misschien nog heel even richting de heem om te kijken wat daar gebeurt. Maar ik wil je bedanken voor het kijken. Ik ben Final Creator, ik maak content voor YouTube. Like en subscribe op mijn pagina. Ik heb heel veel content online staan op mijn page. Met de bedoeling om jou te vermaken. Dus keep it going. Bye bye.